In Winsen is een opslagschuur bij een kersenboomgaard vrijdagochtend nagenoeg helemaal afgebrand. De zwarte rookpluim was in de wijde omtrek te zien. Rond 11:15 kwam de brandweer in actie. Een uur later was de brand onder controle en was van de schuur niet veel meer over. In de schuur stonden onder meer een tractor en een kleine graafmachine. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. In een naastgelegen schuurtje stond nog een gaskachel, maar het is niet bekend of die iets met de brand te maken had. De Van Heemstraweg werd bij Winsen afgesloten toen de brandweer bezig was met blussen. Doorgaand verkeer werd omgeleid tussen Deest en Winsen.